Mijn naam is Dieke Ole en ik werk sinds 2018 in het CWZ. En nu ben ik werkzaam als verpleegkundige op de dagbehandeling. Op de dagbehandeling daar voer ik post- en pre-operatieve zorg uit voor patiënten die voor een kortdurende opname komen. Dus bijvoorbeeld voor een kleine operatie, onderzoeken of infuustherapie. Ik vind het leuk om met mensen te werken. En dat vind ik ook terug in mijn werk, dat ik heel sociaal moet zijn. Je ziet gewoon heel veel mensen voorbij komen. Je past je echt aan de patiënt. Als ik start met mijn werkdag, start ik eerst HICSOP om te kijken hoeveel patiënten er komen en wat voor een onderzoek, operatie of infuustherapie zij ondergaan. En dan ga ik mijn patiënten opnemen. Ik bereid ze voor het onderzoek, operatie of ik hang infuus aan, breng patiënten naar de operatie. En na de operatie of onderzoek voer ik de postoperatieve zorg uit en begeleid ik mensen om zo snel mogelijk weer naar huis toe te kunnen. Mijn relatie tot de patiënten, omdat ze kort komen, bouw je snel een band op. Je kunt het één keer doen, dus dat maakt het leuk. Soms komen patiënten ook vaker terug, bijvoorbeeld bij infuustherapie of bloedtransfusies. Dus dan bouw je er toch wel weer een hele andere band op en dan leer je ook de patiënt persoonlijk kennen. Ik probeer eigenlijk altijd 3 stappen vooruit te denken voor de patiënt als hij of zij terugkomt van een onderzoek of operatie. Bijvoorbeeld door al gelijk een arts te bellen dat hij gelijk moet langskomen of wanneer iemand mag herstarten met de bloedverdunners, zodat we daar niet op hoeven te wachten. Waar ik van droom is dat ik als verpleegkundige de patiënten altijd de beste zorg kan blijven geven.